silent scan. Tering Jantje, wat was ik boos vanmorgen. Boos dat hele provincies in Spanje zijn afgesloten, dat hele dorpen zijn afgesloten, je mag er niet in of uit, tot 9 november. Boos, dat bij kids elke dag, de temperatuur wordt gemeten met thermopistooltjes, zijn rijen moeten staan, met 1,5 afstand, de hele dag een melkkorfje op moeten, en op sommige scholen gaan ze zo ver, dat kids wanneer ze, door de gangen lopen hun handen op hun hoofd moeten houden, alsof het gijzelnemers zijn. Weet je wat nog het ergste is van alles? Dat er mensen zijn die dit goed praten, want kids zitten nu eenmaal overal met hun vingertjes. F-woord, als je dat denkt. Ik zeg het gewoon nog een keer, F-woordje jou, als je het in je hoofd haalt om dit compleet gestoorde traumatiserende gedrag goed te praten. Want ik kan je één ding vertellen. De Spaanse kids zijn al helemaal platgeslagen. Die doen helemaal niets meer. Die proberen alleen nog maar een beetje te ademen achter hun melkkorfje. Speeltuinen zijn al 8 maanden afgezet met lint. Alles wat leuk is mag niet meer. Steeds meer kleine winkels en restaurants sluiten. Steeds meer mensen die de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Steeds meer huisuitzettingen, steeds meer scheidingen, steeds meer zelfmoorden. Oh, wacht even, daar waarschuwde ik eind maart al voor dat dat zou gebeuren. Dat er meer mensen overlijden door de gevolgen van de draconische maatregelen dan aan het killervirus zelf. Dat de kuur erger is dan de kwaal. Wel zijn de supermarkten alweer helemaal volgestoot met chocola en speelgoed voor de kerst. Niet dat er nog veel mensen zijn die die troep kunnen betalen. Maar oh ja, dat is precies de bedoeling. Alles wat leuk is mag niet meer en alles wat mensen hebben opgebouwd moet kapot. Als je het spelletje nu nog niet door hebt, Tering Jantje, ik zeg het gewoon nog een keer, want het moet eruit. Dan krijg je nog een hoop voor je kiezen de komende tijd. Ik heb het gevoel dat ik al maanden zit toe te kijken hoe alles kapot wordt gemaakt en hoe mensen ziek worden gemaakt, met die kappies op, niemand aanraken en de hele tijd de handen ontsmetten. Open nu toch een keer je mind. Doe je eigen onderzoek, volg het geld en durf te zien hoe deze wereld echt functioneert. Weet je wat ik heb gedaan? Om van dit klootegevoel af te komen en mijn wanhoop richting de slaafse meerderheid om te zetten in iets positiefs? Ik heb iets heel stouts gedaan. Ik heb met de tering gedanst. Mijn haar losgegooid en al mijn lichaamsdelen laten zwieren en zwaaien en al schuddend en springend het hele huis en de tuin doorgestuiterd. Weet je wat ik daarmee heb gedaan? Die boosheid omgezet in positieve vibes. Dus ik ga gewoon nog even door. Zeker tot vanavond na 23 uur. Levensgevaarlijk tijdstip is dat. Dan moet iedereen binnen zijn. Want dan kan het virus je van alle kanten bespringen. Liefde voor iedereen en een extra portie liefde voor die mensen die nu...